zeg maar. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ga jullie vandaag meenemen in een nachtdienstje. En met wie je dat gaat doen en hoe we dat gaan doen, dat gaan we nu eens even aanhouden. We gaan een dienstje op stap met de motor vanavond. We gaan de horecanacht gaan winnen. We hebben zojuist bij de horecagelegenheden de piepers getest. De piepers, dat zijn apparaatjes die beveiligers hebben. Op het moment dat ze spoed hebben of een assistentieverzoek, dan gaan wij daar naartoe. En dan komt bij ons binnen op het scherm komt een assistentieverzoek. En dan weten wij van joh, ze hebben politie nodig. Dan gaan wij daar naartoe. Dus ik inderdaad al in de eerdere video's, had uitgelegd met de piepers. Ik denk, doen we het gelijk nog even twee keer. Het ligt een beetje aan, andere steden doen het soms op een andere manier. De ene keer met de horecatelefoon, maar hier dus met piepers. En het is altijd even een goed moment, de contacten met de portiers. Dus je weet wie er s'avonds aan de deur staat, dat je even de gezichten en de namen erbij hebt. Wie zijn dat dan? En die was er in de zaal. Hi. The bouncer said you want to go inside, but it's not possible because there's a museum night. You understand? Yeah. It's museum today. It's a, yeah. Okay. It's a private party. You understand? We wait of a friend. Yeah, but don't make some trouble or. Oh. You understand? Yeah. It looks like we make trouble. No. Okay. Wait for a friend and go to the hotel. Yeah. Bye bye. Hij zijn zakken laten zien. Ja. Nee, hij weigerde. Ja. Ik bel nu mijn collega's op. Ja. Ik zeg, bel je collega's maar. Ik heb sinds mijn 21ste al beveiligingswerk gedaan. Ja. Brandweer op brandweerdienst, alles wat ik op noem maar. Ja. Leger, heb ik al gedaan. Kijk maar, pas er. Ik leg het niet terug. Hij zegt meteen, ik bel mijn collega's. Ik zeg, doe je ding. Bel maar wat jij wil. Ja. Boete, verbod. Ik ben in de winkel niet uitgestapt. Ik weet dat Twitter heeft gezegd, dat is ook afgetekend. Ik heb je afgetekend. Nog niet. Okay. Ja, dus ik heb voor de rest mijn sigaretten. Oké, okay, reken die dingen even af en dan gaat iedereen weer lekker verder, ja? Je kan binnen, maar twee keer uit de kaart zijn geblokkeerd. Ik heb er eigenlijk wel, dus eigenlijk weer gewoon betrapte winkeldiefstal, toch? Betrapte winkeldiefstal? Ja. Ga je trein pakken? Ja? Nee, ik ga niet trein pakken, okay, ik ga even Rotterdam. Oké, man. We gaan gelijk stappen. Ja, veel plezier. Dat is goed, man. Hey, is hij alleen? Is de ambulance ook aanrijden dat je weet? Ja, zeg maar. Ja, we krijgen diverse meldingen bij Metro Beurs. Ja, dan gok ik dat wij bij die melding al staan. Die zat ergens op de kant. Bij die jonge dame met die rode vinger. Jonge dame met die rode schoenen en blauwe. Ja hoor. De ID is vastgesteld via de AirTag. Alleen het ging om een persoon die in een gesloten inrichting zat. En die is vanaf gisteren is die vast. Oké. Heb je ook een ID-kaartje voor mij? Brian, kom eens uit 4W. Ja, dit is een gesignaleerde. De metro station Beurs bij de McDonald's daar. Ja, zijn we onderweg hoor. Yo, kerel. Yo, word wakker. Yo, word wakker. Ga ze normaal rechtop zitten. Wat heb je gedaan? Heb je zoveel gezopen? Nee. Nee? Wat is het telefoonnummer van je ouders? Weet je dat uit je hoofd? Yo, kerel, luister heel even naar mij. Wat zei je? Nog één keer. Wat zeg je nou? Hou je bek tegen mij? Nee toch? Ofwel? Zit je dat nou te zeggen of niet? Nee.
dat we ons koppelen aan de 93. Wij gaan de Ja, succes mevrouw. Ja? Succes hè. Yo, kerel, pak je telefoon. Kut hoor, gaat weer. Ik heb geprobeerd zijn ouders op te zoeken, alleen niemand heeft een telefoonnummer of iets en daar woont ze niet. Hey, dankjewel hè. Dankjewel, tot de volgende keer hè. Yo. En inmiddels zijn we aangekomen hier in het centrum en we gaan ons nu bezighouden met een zogenaamde preventief fouilleren actie. Het is namelijk hier een aangewezen gebied waarop preventief gefouilleerd mag worden. Dat gaan we straks doen met alle collega's die de horeca hebben. Het is natuurlijk nu rustig, hebben daar de gelegenheid voor. We verdelen ons in twee groepen, worden voertuigen afgehaald en die gaan we dan doorzoeken voor het veiligheidsrisicogebied, eventueel de preventief fouilleractie. En nog altijd belangrijk om te vertellen is, er is ook een selecteur en een waarnemer aanwezig om te kijken of het selectief gebeurt. Dus we gaan eventjes meekijken. We hadden ze net voordat wij er kwamen als een voertuig gecontroleerd. En daar is een bloedtoor bij aangetroffen, in beslag genomen. En ik ga ervan uit dat daar een proces verbaal voor opgemaakt is. Dus gaan we nu meekijken met de rest. Het doet niet allemaal stuk natuurlijk hè? Ja, sorry meneer. Ja, dat komt. Het was echt mijn fout. Ja, wat is de fout dan? Nou ja, kijk, ik wilde tegen die lantaarnpaal aanleunen. Ja. Maar ja, er stond nog een ding voor. Dus het enige wat ik doe is... Ik kan er even tegenaan leunen, maar ja, ging helemaal fout. Ik kon het niet goed zien, ik dacht dat je bewust nog trappen had tegen. Nee. Wow. Zeker niet. Oh, oké, okay. Nou dat scheelt inderdaad, heel veel. Ja, zeker. Nou, hey, dat is fijn jongens. Werk ze. Yo. We gaan een getuigenverklaring opnemen. Ja, er is eerder zojuist namelijk een mishandeling geweest. Een van de beveiligers is geslagen. Daarvoor is een verdachte aangehouden en de aangegeven slachtoffer is aangifte aan het doen. Maar er zijn ook wat getuigen geweest, dus we gaan even op locatie een van de getuigen horen en op papier zetten, zodat we een ronde zaak hebben. U, die dame en die andere meneer, dat zijn de drie beveiligers. Of is er nog iemand anders aanwezig? Nee, dat is met de drie uur. Hey, en beelden heb je ook? Ja, die hebben we veilig laten stellen bij de buren. Het is de laatste klap die op beeld is. Ja. Dat is gebeurd op het terras van de buren. Alles goed? Heb je ID-kaartje bij je? Ja. Woon je in de buurt of niet? Ja. Wat is je plan voor vanavond? Rondhangen, oké. Okay. Dan moet je niet lekker gewoon thuis zijn dan. Oké, okay. Nou rustig aan. Goedenavond hè.
Kunnen wij iets doen voor jullie of niet? Ik hoor dat hij voor de politie heeft gevraagd. Yo, what happened? Take me, sir. Why? Why? Because I cannot find my friends. You cannot find your friends? Yeah, take me. Okay. Where are you from? Norway. Norway. Where are your friends? Where did you go? No clue. No clue? No clue whatsoever. Okay. So I was gonna turn myself into the police station. Is he here alone or not? Yeah. What say you? Okay. You don't have a phone. I was going to turn myself in to the police station. We come Ik denk dat ze tegen de rand is gekomen met de scooter. Ja, hier zo. Maar er was niemand verder rest bij betrokken. Ik weet niet wie dit opstond. Is daar het ongeval? Ze zat op de scooter. Ja. Hier heeft ze een stoepje geraakt waarschijnlijk. En zo is ze te val gekomen hier zo. Doe eens rustig. Wat is er aan de hand? Heel ver weg. Moeder is dood, vader is dood. Nee, waar moet ik dan gaan slapen? Dit is een nachtopvang? Op stenen vloer, nee. Misschien een nachtopvang? Nee. Ze jagen me weg. Oké, kom even een beetje tot rust, ja. Want je pakt daar dan weer een ding beet, een pion, en die gooi je dan weer voor een auto. En dadelijk gaat die auto eroverheen. Er rijden toch mensen overheen? Ze rijden te hard. Ik doe niks. Nee. En als ik rustig over zeepad wil lopen en dan zien ze mij staan, word ik overgereden. Maar je moet een klein beetje kalmeren, ja? Nee, ik ga niet goed kalmeren. Even een beetje tot rust komen. Ja, doe rustig aan. Ja. Fijne avond. Fijne avond. Ja, gaan we best doen. Er zijn inmiddels wat meldingjes verder. Ook in de horeca zijn er ik wil niet echt zeggen meldingen geweest, maar wat lastige bezoekers. Uiteindelijk zijn die weggestuurd. Daarna kwam er wel een wat serieuzere melding binnen dat er hier een mevrouw met wat letsel op de grond zou liggen. Het was in eerste instantie niet helemaal duidelijk wat er nou aan de hand was. Bleek uiteindelijk een... Kijk wat hier nog gebeurt. Waarom ligt hij hier zo op deze manier? En ondertussen staan we even een andere melding. Kom straks weer terug met dat andere wat. Met die mevrouw aan het vrije. Je bent met die vrouw aan het vrije? Ja. Zie jij een vrouw? Daarbinnen misschien, maar nee, ik zie niks. Hoe heet mevrouw? Mevrouw? Hoe heet ze? Mandy. Ja. Hoe ziet ze eruit? Hollander. Hoe? Hollander. Hollander. Heb je een beetje veel crack gerookt? Ja. Stop even dat pijpje in je zak. Ja. Ga bellen. Het is denk ik beter dat je even geen crack meer rookt. Nee. Want je bent een beetje gekke dingen aan het doen. Nee, ik ben aan het neuken. U bent aan het neuken? Ja, dat vertelde u net. Ik is gewoon in samen. Ik is gewoon in samen. Ja, dat vertelde u net al. Dit is mijn. Maar waarom moet u dat dan zo in het openbaar doen? Omdat ik was even in de stad gevoeld. Ik vind het een beetje raar wat u aan het doen bent namelijk. Snap u dat? Nee, dat. Ja, dan doet u toch niet hier zo? Dit is mevrouw. Waar slaapt u normaal gesproken? Hier in huis. En waarom slaapt u daar niet nu? Ik ga nu naar huis. U gaat nu naar huis? Ja. Zou u zo vriendelijk willen zijn om op te staan dan? Ja, ik ga opstaan. Ja? Ja. Even kappen met seks hebben? Ja. Ja, nu dan hè? Sta lekker op. Ja. Moet dan even een andere plek zoeken, ja? Oké. Okay. We zijn inmiddels weer verder. Ik was net aan het vertellen dat we die melding hadden die in eerste instantie binnenkwam. Dat het niet helemaal duidelijk was wat er nou was. Er zou een vrouw op de grond liggen met veel letsel. Eerst dacht het is mogelijk een grote vechtpartij. Uiteindelijk bleek het een eenzijdig ongeval te zijn waarbij mevrouw in ieder geval van de scooter afgereden is. En best wel veel open wonden had. Dus die gaat nu met de ambulance mee voor controle naar het ziekenhuis. En toen kregen we een andere melding binnen van een
meneer, nee, een omstander zag hoe meneer wat verward overkwam en mogelijk met hek aan het gooien was. En die trof denk ik net al. Toch? Met, ja, je kon het zien, meer hoef ik niet over te zeggen denk ik. Ik ben er niet bij geweest. Als je, stel eens even. Ik heb mijn ideeën gegeven. Hij heeft mij Er is zelfs een melding van een korte achtervolging in de binnenstad. De meneer was staande gehouden tijdens de controle. En bij de controle ging hij er ineens vandoor en ging hij rennend weg door de stad. Maar een aantal bikers zaten er al kort achteraan en wij kwamen ook van de andere kant aanrijden. Kon meneer uiteindelijk worden aangehouden, is overgebracht naar het bureau en zal daar de nodige bekeuringen krijgen voor de feiten die hij gepleegd werd. Gaan wij door naar een volgende melding. Ja, ik moet die man tegen de kast tegen. Ik heb een zeker op de grond liggen en eentje... Hallo meneer. Hey. Goedendag. Wat te worden. Hoe gaat ie? Even rechtop komen zitten. Even je koets. Even niet tegen een biertje zitten. Kan het zit beeld. Heb je het gevoel dat je nog moet spiegelen of niet? Ja? Oké. Hoe wilde u naar huis gaan? Met zijn meter. Met de metro, oké. Okay. Hoe laat gaat de eerste metro? Best laat, hè? Is het idee om een taxi te nemen of iets? Ja, dat is best een idee, denk ik. Kun jij denk je volhouden met de taxi of niet? Ik zie wat je hebt gegeten. Sorry. Een horror. Een horror? Een relatie. Een horrorrelatie? Ja. Oké. Okay. Je vriendin staat... Nee, hè? Ja. Nee, hij is al van. Oh. En waar is je vriend dan? Thuis. Thuis, oh. Oké. Okay. Plot twist. Ja. Maar heb je een plek waar je heen kan of niet? Sorry? Heb je een plek waar je heen kan? Nee. OC voor de 2293. Zeg maar over. Er is hier geen ambulance nodig. Geen ambu nodig. Ik ga doorgaan. Luister eens. Heel veel succes. Wij gaan er vandoor. Okay. Geen probleem. Dan gaan wij weer. Ja? Ik sta er minderjarig en die gaan wij even uitbrengen. Ah, daar zijn we weer. Ja. Alles goed? Ja. Is dit nou echt de mooiste plek die je kon vinden voor heel het centrum? Ik ben een linker met een vrouw van volwassen. Ik ben klaar. Oh, je bent klaar? Ja, oh, ja. Lekker. Dit was een snelle dit. Ik neem mijn vrouw van volwassen. Dit is een mondharmonica. Dit is een rol. Dit is een rol. Dit is een rol. Doe een rol. Dat is dat bekende liedje toch wat hij nu speelt, of niet? Ja. Ja? Doe nog eens een klein stukje. God is deze. Hoi. God is deze. Hoi.
God, je bent. Nou, meneer, fijne avond, ja? Ik ben God, maar ik zo. Waar gaan we je dadelijk tegenkomen? Ik ga nu naar huis. YouTube. Koolhaven. Ja. Hey. Oké. Okay. Nou, wel thuis, ja? Dit is de vrouw, dit is de vrouw. Waarom roep je zulke dingen? Waarom roep je zulke dingen? Ja, dan ga je zulke dingen roepen. Omdat hij dat ook zegt. Ja, maar een beetje ongepast toch om dat soort dingen te roepen, vind je niet? Je hebt nooit geschiedenis geleerd. Nee? Oké. Okay. Misschien is dat ook de reden dat je zulke dingen roept. Misschien zou het goed zijn om te verdiepen in de geschiedenis. Nee? Oké. Okay. Oh, ga je zulke dingen roepen? Omdat hij het ook roept, dat is toch geen reden? Als hij in de fucking sloot springt, spring je toch ook niet in de sloot? Hier, alsjeblieft. Want de eerste volgende keer als je het doet, dan ga je gewoon mee naar binnen, ja? Dat is gewoon aangehouden. Je kon het op de beelden zien, we hadden in eerste instantie een melding van de meneer die hier in zijn eigen kots lag. Uiteindelijk bleek het gewoon iemand zijn die heel erg emotioneel was en die heel veel had gedronken. Er was een vriendin bij die zou zorgen dat er voor vervoer was, die had wat familie gebeld. We dachten dat het inmiddels allemaal geregeld was. Maar daar kwam het feestje langs. Tot we weer opnieuw een melding kregen van die meneer die hier nog steeds op de grond lag. Er was kennelijk weer 1-2 gebeld ook door andere omstanders dat hij niet aanspreekbaar zou zijn. Nou, inmiddels te plaatsen blijkt dat hij wel aanspreekbaar is. Eigenlijk wel in dezelfde toestand als net. Maar inmiddels was er een ambulance gaan rijden. Die neemt meneer nu eventjes mee in de ambulance ter controle. En gaat hij toch misschien even mee naar het ziekenhuis. Ik denk dat dat een hele dure optie gaat worden, ook voor meneer. Want het kost nog wel zijn eigen risico. Dus ik denk dat ze beter een taxi kunnen nemen. Maar goed, het is zoals het is. Hallo YouTube, welkom in Rotterdam. Succes doen. We zijn inmiddels het einde gekomen van deze video. We hebben net de motor weer opgeruimd. En Brian is net even naar boven gelopen om zijn spullen van zijn kledingkast op te ruimen. Ik ga ook even mijn spullen afhangen. Wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Laat me een duimpje achter als je niet gedaan hebt. Abonneer. En wil je nog wat anders zien? Klik op een van deze twee video's hier. En dan zien we jullie weer bij de volgende video. Later!